Vanaf komend seizoen is Münstad de mobiliteitspartner van FC Utrecht. En vandaag komt de selectie van FC Utrecht zijn auto uitzoeken. Ik ben natuurlijk benieuwd voor welke auto ze kiezen. Dus kijk maar mee, want dan weet jij het ook gelijk. En oh ja, voor de gelegenheid, ik heb de pet maar vast opgezet. Keeper, jij moet natuurlijk altijd het doel schoon houden. Is het ook zo dat je nog alles gaat zitten afwegen? Ja, eigenlijk wel. Ja, je gaat wel kijken naar welke opties je wilt en wat je handig vindt en wat je fijn vindt. En ik vind een hoge auto wat fijn, ook omdat ik wat langer ben. Ja. Dus dan is voor mij wat instappen en uitstappen is wat makkelijker met een hoge auto dan met een kleinere auto. Nou, dan wens je heel veel succes met je keuze. Ja, dankjewel. Ja, Bart, wordt dit hem? Nou, ja, e-tron. Ja, lekker elektrisch. Ja? Hele mooie auto. Ja, ziet er top uit, toch? Dan ben je een middenvelder. En dan zeggen ze al, de middenvelder moet veel lopen. Ja, ja, ja. Kom je niet liever op de fiets? Ja, als je zo'n auto kan rijden, dan, dan is de keuze snel gemaakt. Toch? Ja. Middenvelder Quinten Timber, ik heb me laten vertellen dat jij normaal op de fiets komt. Fietsen kunnen we ook leveren bij Münstad. Nou, ik kwam vroeger op de fiets. Ja. Nu niet meer, helaas. Het is ook geen lekker weer meer. Nee, dat is ook niet zo. Maar we samen nu ook bij Overvecht. Dus nu pak ik gewoon op de auto. Dus ben ik wel helemaal blij dat we nu bij Audi zijn. Ja, welke auto is het geworden? De Q3 Sportback. Hetzelfde als mijn broer. Dus, dat is wel heel mooi. We hebben nu exact dezelfde specificaties? Nee, dat niet. Dat niet. Het moet wel een beetje verschillend zijn. Ja. Andere kleur ook. Maar wel ongeveer hetzelfde. Nou ben jij verdediger. Ja. Ze zeggen ook wel de defensie van de club. Ja. Dat betekent dat je alles zit te wikken en te wegen. Doe je dat ook bij een auto? Ja, dus dat maakt het niet makkelijker om een keuze te maken. En, maar gelukkig worden we goed geholpen en dat is fijn. Maar het is altijd wel leuk om je auto te mogen uitkiezen. Alleen, hoe bereid je zoiets voor? Heb je nou al dagen onze website zitten bekijken? Ik heb wel zitten kijken, ja. En zitten configureren en kijken wat eruit uitrolt. Ja, en dat is een uitdaging om allemaal samen te laten komen. En ook in combinatie met 25 man die ook allemaal een auto wilt. Ja. Maar volgens mij gaat het wel goed. Is het geworden? Ik zit nu op het spoor van de Q4. Dus het zit, toch elektrisch. Zit er tussenin. Ja, toch een beetje degelijk elektrisch en een beetje duurzaam bezig. Dus. Van het komend seizoen rijden spelers van FC Utrecht in een mooie Audi of Volkswagen. Volg Münstad op YouTube voor nog meer mooie video's die we samen met FC Utrecht gaan maken.